Ja, volgens de stichting Vredes- en Duurzaamheidsactiviteiten Netwerkstad, kortweg VEDAN, groeit de kans dat kernwapens per ongeluk of bewust worden ingezet. In de studio namens die stichting is Jan Schaake. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Heel even, in Enschede ben je de voorman van Enschede voor Vrede. Ja. Die groep die valt ook onder de stichting. Ja. Is het VEDAN of VEDAN? Op zijn Twents is geloof ik Verdan. Maar, ja. Nou ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, dat valt ook onder die stichting. Vandaar dat je ook wel iets over Hengelo kunt zeggen. Hè? Ja, zeker. Ja. Nou, denk ik toch dat kernwapens vooral echt wereldproblemen zijn. Moet dan de lokale politiek in Hengelo zich daarmee bemoeien? Ja, want ze staan inderdaad ergens anders opgesteld. Maar steden zijn het doelwit. Ze staan niet gericht op de Lüneburger Heide of op de Noordzee. Maar er zijn nog een enkele tienduizenden kernwapens in de hele wereld. En die staan dus gericht over en weer op stedelijke locaties. Ja. Ze komen niet uit Hengelo, maar ze zouden zomaar eens op Hengelo kunnen vallen. Ja, of Enschede of Almelo. Ik bedoel, op Twente zullen we maar zeggen. Want ik bedoel, als er zo'n kernwapen valt, dan heb je het niet meer over steden of dorpen. Ja. Dan heb je het over hele regio's die weggevaagd worden. Hoe groot is die dreiging eigenlijk? Want ja, weet je, er was natuurlijk een tijd, die dingen zijn gebruikt in Nagasaki, Hiroshima. We kennen die verhalen, verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar ja, je zou denken, 75 jaar geleden. 2020, wat ik altijd hoor is, aan de ene kant zijn we met elkaar wat verstandelijker geworden misschien. En aan de andere kant zijn de wapens zelf misschien wel groter dan ooit. Als die valt, valt die hard. Hiroshima en Nagasaki. En we hebben vorige maand natuurlijk nog weer eens een keer allerlei beelden teruggezien. Dat waren naar de huidige opvattingen waren dat hele kleine kernwapens. Ze zijn dus inderdaad een stuk groter, zoals je net zegt. Maar kun je eens een beeld schetsen? Stel dat er een kernwapen... Ja, liever niet, maar stel dat er één op Enschede wordt gedropt. Hoe groot is dat? Nou, dan is de hele Euregio... Hè? Jullie hadden net Rob Belten hier in de studio. Dan kan hij wel opdoeken. Dan kan de hele Euregio... Een nieuw strijdplan maken. Heeft daar last van, zou ik maar zeggen. Ja, dan moet hij een nieuw plan maken. Ja, voor over een eeuw ongeveer. Want dan kunnen er weer mensen hier wonen. Ja. Nee, maar goed. Afgezien dat ze een stuk groter zijn geworden. Na de Koude Oorlog zijn er allerlei wapenbeheersingsverdragen gesloten. Hè? Ik bedoel, het INF-verdrag. Ik ga je al die afkortingen niet geven. Die zijn de afgelopen tijd successievelijk opgezegd door Poetin en Trump. Dat is één ding. Zowel in Amerika als in Rusland wordt op dit moment gewerkt aan een zogenaamde modernisering van de bestaande kernwapenarsenalen. Dus we gaan wat dat betreft ook... Je ziet ook de spanningen weer oplopen tussen Amerika en Rusland. Er is een tijd lang natuurlijk dat we echt vriendjes waren, misschien niet. Maar dat de verhoudingen beter waren dan dat ze nu zijn. Denk aan Krim, Oekraïne. En wat dat betreft, er hoeft, wat je in je intro ook zei, er hoeft ook maar één keer een verkeerde beweging naar die knop gemaakt te worden. Dat iemand eens wat ongeduldig wordt. Het zal niet voor het eerst zijn, hè, dat het bijna misgaat door een misverstand. Nee, we zijn een paar keer echt door het oog van de naald gekropen. Omdat dus alle alarmen afgingen en een generaal dacht van ja, maar dit kan niet waar zijn vandaag. Wat is dat VN kernwapenverdrag dan? Ja, zoals er, ik had het net over wapenbeheersing. De VN heeft de afgelopen jaren allerlei verschillende wapensystemen illegaal verklaard, verboden. Ja. Landmijnen is een bekende, clusterbommen, chemische wapens. We weten dat, als die in Syrië worden gebruikt, dan zegt de hele wereld schande. En op 7 juli 2017 heeft de VN ook het kernwapen illegaal verklaard. Dat wil zeggen, dan moeten er 50 landen zijn die dat dan ratificeren, zoals dat heel technisch heet. Goedkeuren. We zitten op dit moment op 46 en bij 50 is het dus geldig, dat verdrag. En dan zijn die kernwapens formeel verboden. Er moeten nog vier landen en wat ons betreft zou het heel fijn zijn als Nederland een van die 4 landen zijn. Dus wij roepen eigenlijk de Nederlandse regering op via de gemeenten. En natuurlijk ook direct, maar om een historisch feit, een historisch gebaar te maken en dit verdrag mede te ondertekenen, zodat het geldig wordt. Je hebt ook de zogeheten International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Die doen dat ook wereldwijd. Die roepen lokale gemeenten eigenlijk op van teken nou, of zet je regering onder druk, je landelijke bestuur om te tekenen. Ja. Ja. Waarom heeft Nederland eigenlijk überhaupt nog niet getekend? Omdat Nederland een zogenaamde semi-kernwapenstaat is. Dat realiseren we ons niet, maar er liggen... Klinkt ongezellig. Dat klinkt erg ongezellig. Er liggen Amerikaanse kernwapens op Volkel. Mm-hmm. Dat wordt formeel ontkend, nog bevestigd heet dat. Maar iedereen weet ongeveer dat ze er wel liggen. En die worden, in geval van oorlog, worden die afgeworpen door Nederlandse bommenwerpen. Dus het zijn Amerikaanse kernwapens. Maar als ze, deze worden dus niet afgeschoten met een raket, maar gaan met een vliegtuig mee. En die vliegtuigen worden dan dus door Nederlandse piloten gevlogen. Vandaar dus het begrip semi-kernwapen. Nederland heeft daar dus afspraken over gemaakt met Amerika. En als Nederland dus dat verdrag zou ondertekenen, ja, dan zitten we wel met het probleem. Wat doen we dan met die kernwapens op eigen grondgebied? Want die zijn er. Of is die dat... zijn er. Ja, nee, die zijn er. Van Acht en Lubbers hebben dat al gewoon toegegeven. Die waren erbij toen ze werden geïnstalleerd. Dus... Ja, maar dan kun je toch ook gewoon zeggen, ja, wat doen we met die wapens? Ja, weet ik veel. Twente Milieu, kom ze maar halen. Nou ja, ik zou wat andere maatregelen nemen. Maar de eco-kar of hoe heet dat ding? Ja, ja, precies. Chemisch afval. Ja. Toch? Of is dat niet zo gemakkelijk? Iemand moest ze dus terugkomen halen. Ja. En dat zullen de Amerikanen moeten doen. Nou ja, onder Trump ziet het er niet naar uit. Maar ja, volgende maand komen de verkiezingen, hè? Dus wie weet. 46 van de 50 dus, nog 4 te gaan. Zijn er in de nabije toekomst nog 4 te verwachten? Ja, maar is er een einddatum eigenlijk dat moet gebeuren? Nee. Zodra en dat gaat op dit eigenlijk best wel snel. Ik bedoel, dit is natuurlijk niet alleen voor dit verdrag. Die regel van 50 landen moeten ondertekenen is al... dat geldt voor alle verdragen, zeg maar. En soms duurt dat bijna 10 jaar. Ik had het net, hij is aangenomen op 7 juli 2017. Dus dat is... dik 3 jaar geleden. Ja. Nou, dat je dus nu al op 46 zit... dat betekent dat dus heel veel landen van die kernwapens af willen. Er zit wel schot in de zaak. Dus er is schot in de zaak. Nou ja, in ieder geval in Hengelo doen dus de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks... een beroep op, op het eigen gemeentebestuur... Ja. Om Den Haag aan te schrijven om dit verdrag te tekenen. Ja. Waarom eigenlijk die 4 lokale partijen? Omdat die dat willen. We hebben de meeste gewoon aangeschreven. En dit zijn dus partijen die... misschien ook wel van oudsher, hoewel ChristenUnie destijds niet, maar nu wel. Zeggen van, we moeten nucleair ontwapenen. ChristenUnie was trouwens ook destijds in Enschede betrokken bij het besluit om een burgemeester voor vrede te worden. Dat is weer een ander initiatief, maar Enschede is dus aangesloten bij burgemeesters voor vrede. En dat is eigenlijk een soort gelijke campagne. Dat is in Hengelo overigens ook nog niet zo, hè? Is het niet tijd voor Sander Schuilberg om een burgemeester voor vrede te worden? Wel ja, laten we dat doen. Ja. Ja, vredescampagnes hier. Zo blijft het werk nog. Alles op zijn tijd. Precies. Ja, heb je er vertrouwen in dat Nederland gaat tekenen op termijn? Gewetensvraag misschien? Dat is een gewetensvraag. Laten we de verkiezingen in komend voorjaar maar eens afwachten. Ja, goed. Jan Schaake, in ieder geval bedankt voor de komst en de uitleg.